Welkom bij een nieuwe aflevering van Investeren met Kian. We gaan het vandaag hebben over een van mijn meest favoriete strategieën, namelijk het verkopen van put-opties. Met deze strategie kun je namelijk aandelen veel goedkoper krijgen. Dus dan hebben we het over korting. Korting op de aandelenmarkt. En wie wil dat nou niet? En voordat we verder gaan, heb ik nog een andere video gemaakt over de basisprincipes van put-opties, hoe put-opties werken. Die zal ik toevoegen in mijn beschrijving. Als er dingen dus niet duidelijk zijn in deze video, kijk dan mijn andere video terug. Nou, we gaan dus vandaag kijken hoe je aandelen met korting op de aandelenmarkt kunt krijgen. Nou, laten we beginnen. Hier zien we een grafiek van CuriosityStream met het tickersymbool curry. Ik heb namelijk vorige week heb ik een curry 12,5 put optie verkocht met een expiratie van 21 mei 2021. We zien diezelfde transactie ook terugkomen op Interactive Brokers. Dan zien we dat ik een curry put optie heb verkocht met een uitoefenprijs van 12,5. Ik heb er 3 van verkocht en voor elk contract heb ik $0,97 ontvangen. Die 0,97 moeten we wel vermenigvuldigen met 100, omdat het gaat om een optie. Bij een optie gaat het altijd om 100 aandelen, dus 0,97 maal 100 is $97. We hebben dus $97 aan premies ontvangen. Je krijgt natuurlijk nooit gratis geld en in dit geval ook niet. We zijn namelijk wel verplicht om 100 aandelen curry te kopen tegen een prijs van 12,5 indien curry na expiratiedatum van 21 mei onder de 12,5 eindigt. Momenteel zit curry op een prijs van 13,32. Dus ik heb hier een blauwe lijn getekend. Die stelt de 12,5 lijn voor. Als curry onder de 12,5 zit, zijn wij dus verplicht om 100 aandelen tegen een prijs van 12,5 te kopen. In dit geval is dat 12,50. Dit bedrag moeten we ook in ons account hebben, anders kunnen we deze hele strategie niet uitvoeren. Nou, ik doe dit alleen maar met aandelen die ik al in bezit heb, die ik al in mijn portfolio heb zitten. Of juist aandelen die ik momenteel nog te duur vind, maar tegen een gereduceerd bedrag wel wil kopen. Wat grappig is, is dat Warren Buffett dezezelfde strategie ook uitvoert, maar dan met aandelen die hij dan weer in zijn portfolio heeft zitten. Zoals bijvoorbeeld een Apple of een Microsoft. Nou, als hij dan de aandelen te duur vindt op het moment, maar denkt van ik zou zeker wel willen bijkopen als het aandeel wat in prijs zakt, dan gaat hij niet afwachten, maar in de tussentijd gaat hij put-opties verkopen zodat hij wel een premie ontvangt. Totdat het bedrag dan uiteindelijk op het niveau komt dat hij zegt van oké, nu ben ik wel comfortabel om bij te kopen. En dan heeft hij in de tussentijd al heel wat geld ontvangen. Nou, dat doen wij dus ook, maar dan in dit geval met curry. Er zijn een aantal scenario's mogelijk. Laten we even alle scenario's doornemen. Het aandeel zit nog steeds op 13,32. Er kunnen dus een aantal dingen gebeuren. Ik pak even mijn pennetje erbij. Ja, nou, het aandeel kan de komende tijd stijgen. Of juist gelijk blijven. Het aandeel kan ook dalen, maar dat we toch boven die 12,5 lijn uitsteken. Nou, in deze 3 scenario's blijven wij met onze $97. En dan kunnen we de volgende maand kunnen we op dezelfde manier weer een put optie verkopen en weer een premie ontvangen. Totdat we uiteindelijk onder die 12,5 komen waarbij we verplicht zijn om het aandeel te kopen. Nou, het vierde scenario is dat de expiratiedatum aankomt en dat we toch onder die 12,5 eindigen. Dan zijn we dus verplicht om 100 aandelen te kopen. Maar we hebben natuurlijk $100 ongeveer verzameld aan premies. Dus we betalen uiteindelijk niet 12,50, maar 11,50 per aandeel. Omdat we $100 hebben verzameld. Dus 1250 min 100 is 1150. Nou, je moet je voorstellen dat dat al een gigantische korting is. Maar als je dit een aantal maanden doet, dus als je dit 2-3 maanden hebt gedaan, dan heb je al $300 verzameld. En dan na maand 3 komt curry bijvoorbeeld onder die 12,5, dan koop je curry.
niet tegen 1250, maar omdat je $300 eerder hebt verzameld, tegen 950. En zo komt het wel eens voor dat je een aandeel gewoon letterlijk gratis koopt, omdat je al maandenlang premies hebt ontvangen. Ja, ik ben heel erg benieuwd of er ook andere mensen zijn die deze strategie gebruiken en of dit ook voor jullie werkt. Laat het weten in de comments. Als jullie maar wat hebben gehad aan deze video, laat dan een like achter. Maak alsjeblieft weer die hele like-button kapot. Dat helpt mijn kanaal enorm. En abonneer je op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van al mijn video's.